Dag iedereen en welkom op mijn kanaal. Mijn naam is Stijn en vandaag gaan we de tweede oefening maken op de wet van Ohm. Voor deze oefening beschouwen we een weerstand. En die weerstand is een weerstand van 2 kiloohm. En daarover daar meten wij een spanning van 16 volt. Dus, welke gegevens hebben we? Gegeven is dus de 16 volt over de weerstand. En we hebben een weerstandswaarde van 2 kiloohm. Wat is er nu precies gevraagd? Gevraagd is de stroom die dat door die weerstand gaat. Wat hebben we daarvoor nodig? Ja, als formule moeten wij dan weer de wet van Ohm toepassen. U is I maal R, maar die kunnen wij omzetten naar I is U gedeeld door R voor onze stroom te zoeken. Indien we die formule dan gebruiken voor onze oplossing te zoeken, dan krijgen wij I is gelijk aan mijn spanning deel door de weerstand. De spanning is 16 volt. Deel door 2, maar geen 2 ohm, nee 2 kilo ohm. Dus 2000 ohm. Indien dat we dat dan uittalen, dan krijgen we 16 deel door 2 is 8. Dus dan krijgen we 0,008 ampère. Maar zo gaan we dat natuurlijk niet uitdrukken. We zetten dat automatisch om naar 8 milliampère. Dus, door onze weerstand van 2 kiloohm, waar een spanning over staat van 16 volt, zal een stroom doorgaan van 8 milliampère.